Ja, vandaag was de laatste dag van de Monaco Solar Challenge. Vandaag stond de slalom op de kaart. En daar hebben we aan meegedaan. We hebben ons optimaal voorbereid door het achterstuursysteem ook in werking te stellen, waardoor we extra scherpe bochten konden maken. De slalom race is een knockout race, waarbij je steeds tegen een andere competitor gaat. Er vallen er steeds mensen af en uiteindelijk kom je bij de beste terecht. Het was een robbe voor onder in de slalomcompetitie. Uiteindelijk zijn we derde geworden en dat was net genoeg punten om in het overal klassement tweede te worden. Daar zijn we echt heel erg blij mee. We zijn nu uiteindelijk tweede in Monaco en tweede in de hele solosport van de competitie. Het is een jaar met hoge pieken, diepe dalen. Helaas heeft op het laatste moment de boot tegen ons aangevaren, waardoor we substantiële schade hebben ondervonden, waardoor we nu niet meer kunnen varen. Dat is echt een groot verdriet bij het team. Als ik daar één mooi ding nog uit moet kunnen halen, is dat het wel laat zien hoeveel passie en liefde er in deze boot zit. En dat nemen we mee.